en in Tibet. En dat is een opstand die ik steun, die mijn partij, de SP, steunt. En wij vinden dan ook dat het lot van de Tibetanen en de mensenrechten in China, dat die moeten worden betrokken bij elk overleg dat er is tussen de Europese Unie en China. Heel de wereld staat te dringen om zaken te doen met de opkomende economie in China. Het gaat goed in China, maar het gaat nog steeds heel erg slecht met de mensenrechten in China. U onderstreept dat vandaag door hier vandaag uw aandacht te vragen voor het lot van de Tibetanen en een petitie aan de Tweede Kamer aan te bieden. U ziet, de hele Kamer buigt zich daarover en wij zullen dat ook in het debat met de regering laten terugkomen. Het moet niet blijven bij mooie woorden, er moeten ook daden komen. U onderstreept dat en wij zullen dat in de Tweede Kamer ook doen. Dank u wel. Thank you very much. I will read it, of course. And thank you for being here. Thank you. Thank you for being here. Hello. Thank you. It's great that you have been coming to the Netherlands for this support. Wat vindt u van de situatie in Tibet op dit moment? Absoluut. En de situatie wordt niet beter, maar wordt alleen slechter. En daarom heb ik al gezegd, laat de Chinese autoriteiten met de Dalai Lama praten. Want met deze Dalai Lama kan je tot een vreedzame oplossing komen op basis van culturele rechten en mensenrechten. Als dat niet lukt, dan zullen een heleboel Tibetanen zich genoodzaakt voelen om de wapens op te nemen, omdat ze zo onderdrukt worden. Dat wordt een volksopstand zonder einde, zonder overwinning, nog door China, nog door de Tibetanen. En China moet dat voorkomen door nu te praten. Dank u wel. Graag gedaan. Ik heb begrepen dat de Dalai Lama welkom is. In Nederland is hij welkom, in de Tweede Kamer. Het parlement is hij welkom. Ja. Hij is hier al twee keer eerder geweest. Ja. Dus we zullen hem heel graag ontvangen, ondanks dat de Chinese ambassade er alles aan doet om de Kamer op andere gedachten te brengen. Ja. Maar de Tweede Kamer is een bondgenoot van de vrije Tibetanen. Perfect. Dus hij zal worden uitgenodigd waarschijnlijk. Hij is uitgenodigd. En als hij kan komen, is hij absoluut welkom. En zullen we veel aandacht aan hem besteden. Dank u wel. I know more than 100 Tibetans lost their lives because they stood for something we stand for too. And the difference is when they go from home, they may not come back to their dear ones. They could be arrested. More than 100 Tibetans have been sentenced, and some of them life long. Dashi Wangdu, he works with international NGOs. He didn't go to the street and to save free Tibet, but China uses this as a thorn in their eyes. This Tibetan, Dashi Wangdu, works with the international NGO. He is charged allegedly sending some information to foreign forces. He got lifelong, my dear friends. These evidences, International Campaign for Tibet has released a report yesterday, and we have presented that also to the parliament today. We are submitting this report because this report of 160 pages speaks for itself. We don't have to tell Chinese how many people died. As we know, the Chinese, what information they give to the world is a handful of protests took place, and there were also violent protests. You have watched last year, from 14th of March, continuously, except in Lhasa, there have been clashes, as we have seen, some destructions of shops, of Chinese shops. In such a situation, it is possible. How do Chinese expect Tibetan people, after 60 years of oppression,
unimaginable oppressions, how do they affect us with a smile on our face? I think this is too much asked. Otherwise, besides those violent protests in Lhasa, out of these 130 protests that took place in other parts of Tibet, they were all peaceful. Sanjay Jalan, 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 Sanjay Jal